Hallo allemaal, welkom bij Paper Craft Mix. Ik ben het, Brigitta, en je kijkt naar een video voor Carlijn Design. Waarschijnlijk hebben jullie het op de socials al wel voorbij zien komen deze week, maar er is weer een nieuwe release verkrijgbaar met prachtige producten. Afgelopen maandag en dinsdag hebben mijn collega Anouk en ik deze al in twee gedeeltes laten zien op het YouTube-kanaal van Carlijn Design. En vandaag in deze video voor mijn eigen kanaal wil ik jullie de totale release graag laten zien. Dus laten we snel gaan beginnen. En het eerste wat jullie willen laten zien is een snijmallen set. En ik vind hem geweldig. Kijk, het is deze snijmallen set. Hij heet de snijmallen mini slimlijn doosje Tony Reep CDSN 0202. En je ziet het denk ik al op de verpakking en je hoort het aan de naam. Met deze snijmal kun je een doosje maken waarin dus precies een Tony Chocoloni reep past. Maar niet alleen van Tony natuurlijk. We zijn hier inmiddels al achter gekomen dat er ook de repen van andere supermarkten perfect in passen. En bij deze snijmallen set krijg je dus niet alleen de stans voor het doosje, die je overigens twee keer uitsnijdt om het doosje te maken. Maar je krijgt ook een hoop extra standjes om hem te versieren. Zoals je wel ziet, hierbij krijg je een laagje met, of een schulplaagje en een laagje met een stiksteekje om de verpakking te versieren. Maar daarbij ook nog allerlei stansen waarmee je kleinere labels kunt maken. Het woordje Tony met een schaduwlaagje. For you, of I love you kun je maken met deze standjes. Je krijgt nog We Love en je krijgt deze standjes en die. En daarmee kun je dus een duim gaatje maken, zeg maar, zodat je makkelijk in het doosje kunt komen. Oh, en er zit ook nog een klein stansmalletje bij om een labeltje te maken, zodat je dus een tekstje uit kan stansen hiermee. Hoe gaaf is deze set? Zo leuk om cadeau te geven. En kijk, je ziet het hier al, de laagjes om het doosje mee te versieren is gewoon een slimlijn formaat. Dus ook die kun je dus gewoon gebruiken. Niet alleen voor het doosje, maar ook om een slimlijn kaartje te maken. Dus het is een super veelzijdige set. Dat is nummer 1. Maar als je natuurlijk zo'n leuke Tony doos snijmallen set hebt, dan wil je natuurlijk ook bijpassende stempels. Ik zet heel even mijn geluid van mijn computer een beetje zachter, want anders horen jullie dat de hele tijd. Even kijken. Carlijn Design stempel in dit geval. En hij heet de stempels Tony Reep. CDST 0097. En kijk hoe cute. Je krijgt dus twee verschillende formaat stempels met het woord Tony. En voor de rest een hele hoop extra tekstjes. Een lekkere. Pst, delen mag. Met deze reep. Speciaal voor jou is het altijd. Ben je niet meer lonely. Feestje. Komt alles goed, schatje. Everybody loves. Cadeautje. Kleinigheidje. Dus deze is super leuk te gebruiken met het doosje. Maar deze tekjes zijn natuurlijk ook te gebruiken op andere kaartjes en projectjes. Dus dat is nummertje 2. Dan kunnen jullie misschien nog wel van de vorige release die super leuke Gnome basisset met al die extra stansen sets erbij herinneren. En ook de bijpassende stempel. Dat was natuurlijk voor een gnome man. En jullie kunnen het al raden. Natuurlijk moest er ook een gnome meisje komen. En dan is dit de stempelset die daarbij hoort. Kijk hoe lief. Hier is ze. Ik laat jullie eerst zien hoe die heet. Het is de stempels Gnome Vrouw CDST 0096. En kijk hoe leuk die is. Dit gnome vrouwtje heeft superleuke vlechtjes in haren. Maar wat ik zo geweldig vind is, kijk, ze heeft hakkenschoentjes. Hoe schattig. Ze heeft ook weer een bordje gekregen. Natuurlijk een Tony-reep of een chocoladereep. Een hartje, zodat je het kunt gebruiken met Valentijn. Je krijgt losse handjes erbij, maar ook handjes die in elkaar pakken. Een klein bloemetje. En dan natuurlijk ook nog weer tekstjes. Ik denk aan je, speciaal voor jou. Zomaar een kaartje, dikke knuffel. En dan nog een cadeautje. Klein van mij, kaartje, jullie, gnoom, knuffels, kabouter, kusjes voor jou. Kijk, en die hele kleine mini tekstjes, die passen natuurlijk in dit bordje. Daarom zijn ze zo super klein gemaakt. En ze passen zelfs misschien nog wel korte zinnetjes op deze chocoladereep. Hoe lief is dit? Super, super schattig. En ja, natuurlijk
ook een stanzer set erbij, want je moet ze natuurlijk kunnen combineren met de gnome set. Ik heb hem al diverse malen gebruikt, dus hij zit niet meer helemaal perfect op de verpakking. Deze set heet Snijmallen Gnome Set 4 Vrouw, CDSN 0203. En kijk hoe leuk, je krijgt dus de vlechtjes. Niet alleen, je krijgt twee standjes zoals je wel ziet. Je kunt de vlechtjes één keer uitstansen. Heb je hem eenvoudig met de lijntjes erin geëmbost. Maar er zit ook een standje bij waarmee je alle stukjes los uitstanst. Kun je eventueel meerdere kleurtjes gebruiken en dan kun je wat diepte in haar vlechtjes aanbrengen. Je krijgt speechballonnetjes erbij en er is weer goed over nagedacht, want je krijgt allebei de formaten voor allebei de kanten. Dus je kunt ze allebei de kanten op gebruiken. Dus deze, die wijzen allebei de kanten, zodat je ze op, overal op je kaart kunt toepassen. Je krijgt ook weer een stanzenset om een Tony-reep of een chocoladereep samen te stellen. Heb ik ook al een heel leuk kaartje meegemaakt, die gaan jullie nog wel zien in de toekomst. Je krijgt vlechtjes erbij, ook weer in twee laagjes, bloemetje om extra te versieren. Natuurlijk de voetjes met de hakkenschoentjes, hoe schattig. Wat extra versiersels, de handjes, hartjes, blaadjes voor blijde bloem. Een mondje in dit geval. Kijk, je krijgt een mondje met de tandjes erin of een gewoon mondje. Ja, je kunt alle kanten weer op met deze set en ze zijn natuurlijk super leuk te gebruiken in combinatie met de man. En je krijgt wel ook weer een nieuwe basismuts, zoals je wel ziet. Deze heeft een beetje wat meer gebogen bovenkant, een krul in de muts. En dat was bij de gnomeman niet zo. Dus dat is deze. Dan gaan we verder met... die had ik eigenlijk eerder moeten laten zien. Bij de stempelset is natuurlijk ook weer een bijpassende snijmallenset verkrijgbaar. Altijd met twee standjes. Dus de binnenste standjes kun je gebruiken om je stempel exact uit te snijden. Of om je gestempelde masks uit te snijden. Zodat je die niet met de hand hoeft te knippen. Het buitenrandje, als je die gebruikt, dan stans je je stempel uit met een mooi wit randje eromheen. Ik ben daar wel aardig fan van, moet ik zeggen. Ik vind het altijd wel een mooi gezicht. Deze heet de Snijmallen Gnome Vrouw CDSN 0204. Dus deze behoren bij deze stempelset. Gaan we verder. Nu hebben we dus ook een nieuwe hotfoilmouw voor bij de Snijmallen Leuke Post. Waarin je een adreslabel krijgt. Je kunt het hier zien. Je krijgt het schulprandje, een rechtrandje. Deze tekstje speciaal voor de jarige Leuke Post. Afzender, een mondje, een envelopje. Die leuke golfjes, de bekende postgolfjes, de lijntjes om op te schrijven, het hartje en 1 en 2. Ik heb wat voorbeelden, kijk. Hier heb ik het schulprandje gefolied, kijk hoe leuk. Hier heb ik een stukje van een tekst, Leuke Post. Zo'n folie echt supergoed. Dit is het label helemaal recht met de lijntjes. Kijk hoe leuk. En wat je dus kan als je die snijmallen set Leuke Post al hebt... Of nog niet, dan kun je hem natuurlijk gaan halen. Is, kijk, in die stempelset of in die snijmallen set zit ook een snijmal met dit postzegelrandje. En daar kun je dus precies dit rechte label mee uitstansen. Kijk hoe gaaf dat eruit ziet. Super mooie set om te gebruiken en om dus mooie bijpassende enveloppen bij je kaarten te maken. En dat is de hotfoilmal Leuke Post adreslabel CDHF 002. Dat was dat. En dan gaan we weer snel verder. En de volgende die ik jullie wil laten zien is een prachtige nieuwe basismal, zeg ik. Weer op A6 formaat. En dat is deze. Hij heet de A6 snijmal rechthoekhartjes CDSN 0201. En hierbij krijg je dus drie stansen zoals je ziet. Een prachtige A6 basiskaart met een schulpenrandje. Daarbij een stans voor een... rechthoek met een stiksteekje die daar precies op past. Maar je krijgt ook een achtergrondstans, noem ik het. Met alle hartjes, die dus hartjes uitstanst. En zoals je wel ziet, smalle randjes om de hartjes. En die heb ik voor jullie als voorbeeld uitgestanst. Dan kunnen jullie het wat beter zien. Kijk, dit is de basismal met dit geweldige schulprandje. Super leuk zo te gebruiken. Maar als je hem bijvoorbeeld als een strookje gebruikt, dan kun je dit ook als een randstans gebruiken. Dus... dat is heel leuk om te gebruiken, om te combineren.
Dan, als je dus de rechthoek met de hartjes tegelijk uitstanst, dan krijg je dus een geweldige achtergrond met die hartjes eruit. En deze kun je dus geweldig gebruiken als een shakerkaart. En dat heb ik onder andere ook gedaan. En die zul je nog wel een keer voorbij zien komen. Ik heb een aantal van de hartjes erin laten zitten. Dan kun je even zien hoe het eruit komt en hoe je dit kan gaan combineren. Want als je dit in verschillende kleuren stanst en je doet hem in elkaar leggen, heb je natuurlijk een geweldige achtergrond. Maar kijk, de hartjes die eruit komen, die zien er zo uit. Het hartje heeft een stiksteekje en je hebt een smal randje. Kijk, ik zal ze uit elkaar halen. Hoe leuk is dit? Dit is zo goed te gebruiken op allerlei manieren. Maar zoals ik al zei, ik denk dat die heel vaak voorbij gaat komen als een shakerkaart. En dan krijg je ook nog een extra stansje erbij voor nog een los hartje en een los randje eromheen. Ik heb deze kaart in de voorbereidingen voor deze release, deze basis set, al heel vaak gebruikt, moet ik zeggen. En ik denk dat ik hem nog heel vaak ga pakken. Dan gaan we weer verder, want er zijn ook drie geweldige nieuwe snijmallen uitgekomen met woorden. En dat is het woord vriendin, het woord lieverd en het woord kanjer. Ik ga ze jullie één voor één laten zien. Dit is het woord kanjer en zoals altijd, zoals wel bekend, weer in drie laagjes. Ik heb een voorbeeld, maar ik heb ze dus alle drie tegelijk uitgestanst, dus in elkaar gelaten. Wat je dan krijgt is dit als negatief, maar dat heeft ook weer een stiksteekje, dus daar kun je ook leuk mee spelen. En als je ze dus allemaal tegelijk uitstanst, dan krijg je dit. Deze, die kun je weer inleiden met dit en daar zit het woord in. De K komt apart, zoals je wel ziet. Als je ze allemaal los gebruikt, kun je ze natuurlijk op elkaar. Dan krijg je solid standjes, kun je ze op elkaar plakken. Je kunt ze ook zo als inlay doen en dan blijft je kaart wat platter. Als je al vaker Carlijn Design woordstands hebt gebruikt, dan weet je wel hoe ze werken. Deze is snijmallen grote teksten 6 kanjer, CDSN 0205. Deze hebben we dus ook in het woord lieverd en in het woord vriendin. En hier hebben we ook nog, maar die ga ik jullie zo direct laten zien, bijpassende stempels bij. Dit is de snijmallen grote teksten 6 vriendin, CDSN 0207. Hier zie je de formaten van de drie standjes 8,5, 8,9 en 9,6. Deze is het woord lieverd, CDSN 0206. En kijk, bij alle woordjes hebben in plaats van een puntje hebben ze een hartje. Geweldig om te gebruiken voor Valentijn natuurlijk, maar ook voor op verjaardagskaarten, etc. Zoals ik al zei, bij het woord kanjer komt nog iets extra's en dat is een hotfoilmal. Kijk hoe leuk. We hebben nu ook een hotfoilmal met het woord kanjer. Hij is 7,6 centimeter en hij kan dus uitgestanst worden met deze snijmal. Die ik jullie zojuist heb laten zien. Het nummer van deze is CDHF 0022 hotfoil grote teksten 6 kanjer. En ik heb drie voorbeelden voor jullie gemaakt. Dit is de eerste. Kijk, hier heb ik hem gefolied met een soort van regenboogfolie en uitgestanst met de snijmal. En kijk hoe mooi deze foliet. Super, super gaaf. En deze kun je toch zo op een kaart verwerken. Ik had hem ook nog in twee andere kleuren folie. Hier heeft hij hem niet helemaal goed gepakt. Ik ben natuurlijk nog een beginnende folier, dus het was de tweede keer dat ik met mijn apparaat aan de gang ging. De folie die ik heb gebruikt is spelbinders. Ik heb alleen spelbindersfolie. Ja, die werkt gewoon perfect. Maar ik heb nog wel wat oefening nodig. Maar zien jullie hoe leuk deze folieplaat is met het woord kanjer? En nogmaals, in combinatie met deze stansen. Maar alle drie de stansen sets die ik jullie liet zien, kun je ook weer combineren met een nieuwe stempelset die is uitgebracht. En dat is deze. Je ziet het al, bijpassende snijmallen verkrijgbaar. Deze stempelset heet Stempels Grote Teksten 6, CDST 0094. En hier krijg je dus het woord kanjer, lieverd en vriendin uit te snijden met de stansmal. En daarbij in allerlei tekstjes. Jij bent mijn liefste, een, de, ik hou van jou met een hartje. Kijk hoe lief. Hallo, hou vol, beste, kunt dit gewoon, zet hem op. Ik denk aan, bedankt, lieve. Hiermee zijn dus weer superleuke tekstjes samen te stellen en daarbij krijg je een aantal randstempeltjes van hartjes in verschillende lengtes.
En je krijgt dus de massieve hartjes en de open hartjes. Super leuk te gebruiken eigenlijk op alles, toch? Ja, vind ik wel. Het laatste wat ik jullie wil laten zien is een nieuwe stencil set. Het is een panterachtergrond A6. Hoe gaaf. En ik heb ze er even uitgehaald, zodat ik ze jullie wat beter kan laten zien direct. 12 bij 16,3 centimeter. A6 formaat. Hij heet CDSC 0025 stencil A6 panter. En ik heb een voorbeeld gemaakt. En ik heb hem niet super strak geïnkt, zoals je wel zult zien. Deze konden wat beter in elkaar gelegd worden. Komt omdat ik geen stempelhulp heb. En ik heb hem dus zo uit de hand, zeg maar uit de blote hand, of hoe moet ik het omschrijven, gestenseld. Maar het is dus wel aan te raden om een stempelhulp of iets te gebruiken. Zodat je je papier vast kan leggen in een hoek. En zodat je 100% zeker weten de stencils exact over elkaar gebruikt hebt. Maar hoe gaaf is dit effect? Superleuk, denk ik, voor kaarten voor jonge meiden. Hè? Stoere achtergrond, toch? Of voor jongens in donkerdere kleuren. Maar kijk, wat heel handig is, is dat de stempels, of de stand, nee, de stencil set. Dit is al de zoveelste video die ik vandaag opneem. Dus even kijken. Dit is dus stencil A6 panter nummer 1. Ze zijn genummerd hier. Je kunt het misschien zien, misschien niet. Ze zijn genummerd, dus dit is het eerste stencil wat je gaat gebruiken. En daarna leg je dus deze eroverheen, stencil nummer 2. En zoals ik al zei, zorg dat je ze ergens in de hoek vast kunt leggen. Zodat ze exact over elkaar heen vallen. Maar dan heb je dus een geweldige achtergrond. Dit was dan het laatste product dat ik jullie vandaag wilde laten zien. Dit zijn alle nieuwe producten van de januari release van Carlijn. Vanaf deze week verkrijgbaar bij jouw favoriete hobbywinkel, maar natuurlijk ook op de website van Carlijn Design zelf. Nogmaals, ik zal de link hieronder in het berichtje in de omschrijvingsbox toevoegen. En ik hoop dat jullie eens een kijkje gaan nemen en ja, ook eens de mooie, prachtige en goede kwaliteit producten van Carlijn gaan uitproberen. Neem een kijkje bij alle designers via onze socials met super geweldige voorbeelden. En ja, daar kun je zeker geïnspireerd raken hoe deze producten toe te passen. Dan wil ik jullie nu bedanken voor het kijken en ik zie jullie graag in de volgende video. Groetjes!